Prinses Laurentien is bij de jubileumviering vanwege het 100-jarig bestaan van de Openbare Bibliotheek Amsterdam in de hoofdstad. Die ziet er echt prachtig uit. En natuurlijk gaat ook nu Prinses Laurentien in gesprek met kinderen. De Amsterdamse basisschoolleerlingen van groep 3 tot en met 8 hebben geoefend op een daverend applaus. En geef haar nog een daverend applaus, want het ziet er prachtig uit. Meneer. Uw koninklijke hoogheid, ik heb de eerste exemplaar van het boek Hoe word je een super Amsterdammer? En dat gaat over wat je later wil worden. En ik heb nog een vraag. Bent u geworden wat u wilde worden? Ben ik geworden? Ik heb eigenlijk niet. Want ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik wilde worden. En als ik denk aan jullie en fantastisch, ik kan niet wachten om dit boek te zien, maar dan denk ik ook, wees ook gewoon wie je nu wil zijn. Dus het gaat én over de toekomst, maar wees ook nu de persoon wat je ook leuk vindt, wie je bent en geloof daarin. En zo heb ik eigenlijk ook een beetje mijn leven geleid. Ik zal even zo, is goed. Ja. Hoe is het om prinses te zijn? Eigenlijk volgt het een beetje op de vraag die ik net had, of op het antwoord dat ik net had. Je kunt eigenlijk maar één persoon zijn. En de schrijver weet dat ook, dat uiteindelijk ben je de persoon die je bent in je hoofd, in je fantasie, in je hart. Dus ik ben hoe ik ben. En soms is het leuk, soms is het gek, soms is het bijzonder. Je ontmoet bijzondere dingen, maar je moet nooit vergeten dat in je hoofd, in je hart, kun je maar één persoon. Ja, aan deze kant jij. Wat vindt u leuk aan uw baan? Ik ben prinses. Baan als prinses? Het leukste, ik weet niet of mijn baan prinses zijn is. Mijn baan is eigenlijk, ik doe allerlei dingen met heel veel verschillende mensen. Ik werk met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ik laat me adviseren en ik luister naar kinderen, die ik eigenlijk vaak veel wijzer vind dan grote mensen. En eigenlijk is mijn baan een beetje luisteraar en vertaler. En dat vind ik eigenlijk het allerleukste. En het liefste ook schrijf ik ook wel boeken. Maar daar moet ik dan weer heel veel tijd voor vinden. En dat lukt me niet zo goed.